et qu'on laisse une plus grande liberté à la ville, au logement, aux gens de s'exprimer, de faire eux-mêmes leur logement. Heel veel zaken die we normaal zijn gaan vinden de afgelopen decennia, die staan heel erg onder druk. Onze energievoorziening, benzineprijzen, waar ons voedsel vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt. En de alternatieven, de onderstroom, die komt langzaam boven. Als je wil weten wat je morgen moet doen, moet je eigenlijk niet kijken vanuit een bril van vandaag. Je moet eigenlijk in de toekomst gaan staan en dan eens terugkijken van wat moet je dan in 2012 gaan doen. Music is a sustainability project, fundamentally. It's looking at this word, this concept of sustainability, and putting it into much more realistic terms and scenarios that people are able to look at and understand. People can be sustainable in the way they eat, in the way they shop, in the way they travel. But what does that really mean? I think it's much more about the investments we make today, the choices we make today, having a lasting impact. Transition management is a bit of an odd term, isn't it? But it makes perfect sense. What is transition management? In de kern, en zeker in music, betekent het het op een andere manier proberen te mobiliseren van je stad en je inwoners en je bedrijven om met elkaar te werken aan een duurzame stad. En dat doe je vanuit het samen ontwikkelen van een nieuwe taal, een toekomstvisie die je met elkaar deelt en het slim experimenteren. Een duurzame stad regelt veel meer dingen zelf. Energie, mobiliteit, voedsel, groen, water. Dat moet veel kleinschaliger en veel meer in de stad zelf georganiseerd worden. Transities gaan niet per ongeluk. Wij noemen dat serendipiteit, schijnbaar toeval. Dus zeker voor buitenstaanders lijkt het toeval. Maar als je goed gaat kijken, dan zijn er heel veel mensen daar heel erg actief en bewust mee bezig geweest. Niet noodzakelijk om een hele transitie voor elkaar te krijgen, maar wel vanuit idealisme en overtuiging bezig om kleine dingetjes te veranderen. En die gaan op een gegeven moment optellen. Vandaag zijn er een stuk of 35 deelnemers van het muziekproject bij elkaar gekomen. En dat zijn hele verschillende types allemaal. Je hebt mensen uit steden, ambtenaren, die heel gepassioneerd zijn met klimaatdoelstellingen en daar iets aan willen doen. Je hebt de specialisten van het GIS en je hebt begeleiders, mensen die je processen begeleiden. En die zitten allemaal bij elkaar vandaag. GIS, it stands for Geographic Information System, still a quite complex term. But basically it means we go out into the field, take some measurements, take some aerial photographs and store them on computers and use specific software to visualize this as a map. Now we want to know also not only where do we live, but what is happening where we live. So for example, how much energy do we use in a house? We could also see how much wind is inside of a city available. So where can we place small windmills? Who could harvest this wind? This tool will also provide a lot of, I would say, decision support, in fact, to politicians and to stakeholders. So with these maps, you will be able to show what, how much CO2 emissions, for example, can we save in the city if we put into place renewable energy. We simply congregate the people together and we let them talk. We guide that discussion, obviously, but we don't make any assumptions for them. We let them come forward with their ideas. We let them isolate the problem first, and we find that that makes them a lot more predisposed to then come up with the scenarios and the solutions to that problem as well. Donc c'est assez intéressant de voir une espèce de distance, quoi. On est un petit peu des cobayes en fait qui appliquons la gestion de la transition.
Mais en même temps, la gestion de la transition se teste sur nous-mêmes. Donc c'est ça qui est assez intéressant. On est à la fois expérimentateur et cobaye. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est qu'on découvre à chaque fois plein de choses. Where are the opportunities? Where are the potentials to grow with that? Alors la chose la plus surprenante que j'ai vue dans les arènes de transition, c'est un petit peu, à Montreuil, je trouve, c'est la radicalité un petit peu des membres de l'arène. Wil je daar iets mee? Kun je er iets mee? Kunnen we je daarin helpen om daar iets mee te gaan doen? En zeker als die daken, dus op een gegeven moment de woningcorporaties, dat ze er niet één hebben, maar meteen 100 in dat gebied. Dan kun je daar moet je die slag maken. Je trouve que ce qui se dit dans l'arène est très intéressant parce que ça remet vraiment en question beaucoup de choses. Einsame findet und gerade gestern, als wir so ein bisschen berichtet haben von der Arena oder auch heute, finde ich es interessant, dass in fünf Städten völlig unabhängig voneinander die gleichen Themen, die gleichen Ideen, die gleichen Vorstellungen, die gleichen Leitlinien zum Teil kommen. Und das gibt mir einfach Mut, um zu sagen, wir sind doch auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Het spannendste aan music vind ik zelf, één, dat het mij een middel geeft in mijn eigen stad als breekijzer te fungeren. Dingen waar ik normaal nooit van de grond had gekregen, kan ik nu zeggen, hey, wacht, we hebben een Europees project en dan gaan veel deuren open. En ten tweede, omdat mensen toch iets hebben, oh wacht even, het is een Europees project met andere steden, het heeft toch een andere dimensie en waardering. En dat vind ik wel heel waardevol. Montreuil a une situation assez intéressante puisque c'est une ville de banlieue, en fait, une ville de banlieue parisienne qui a été une banlieue horticole, donc avec de l'agriculture. Ensuite, c'est devenu une banlieue industrielle et ensuite, elle est en train de se tertiariser. Il y a eu plein de vagues d'immigration, ce qui fait que Montreuil, c'est une ville avec une diversité vraiment intéressante. Donc Montreuil, elle peut continuer à cultiver sa singularité, elle peut essayer de devenir un modèle, un exemple pour les autres territoires. Je pense que c'est la seule façon qu'elle a d'entraîner un petit peu la métropole parisienne à devenir plus soutenable. Also ich denke, Ludwigsburg kann schon ein gutes Beispiel für andere Städte sein, weil wir schon 2004 eingestiegen sind in unser Stadtentwicklungskonzept. Wir haben beim Gesamtenergiekonzept festgestellt, dass es immer noch sehr, sehr schwierig ist, viele Menschen mit einzubeziehen. Und dann kam uns das gerade recht, um auch auf einem neuen Weg zu versuchen, hier das Ganze so auf breitere Basis zu stellen. Deswegen heißt ja unsere Frage auch, wie schaffen wir gemeinsam die Energiewende vor Ort? Weil ein Mensch oder auch fünf Menschen oder auch eine Verwaltung wird niemals so klug und kreativ und umfassend interessiert sein, wie es jetzt so ihre ganze Bevölkerung kann. Und wenn jeder ein kleines bisschen beiträgt, dann kommt nachher was super Gutes, Großes, Ganzes raus. Und da einen kleinen Teil dazu beitragen, das ist meine Motivation. Aberdeen has gone through transitions. North Sea oil was only discovered about 40 years ago. So the city is very much emerging all the time. With the advent of oil and gas, it created a schism in our city where many people benefited from that, benefited from the high incomes and the great lifestyle. Many didn't. Aberdeen is an energy city. And one of the statements that has come from our transition group is that as an energy city, should we have a tolerance for fuel poverty? If your income is low and you've got a drafty house that isn't heated well, then you will be spending a lot more money keeping you and your family warm. So that is something that we feel is not acceptable in a city that is stating itself as an energy capital. Gent. Het was vroeger eigenlijk een redelijk sombere, duistere stad met vervuild water, vol auto's geparkeerd. En je kon ook heel moeilijk tot aan het water. Niet zo'n aangename stad eigenlijk. En sinds de jaren 70, 80 heeft dat toch wel een kentering gekend. Is de stad, alles die zijn continu in transitie, maar dan is het toch wel een hevige transitie geweest naar het verfraaien van de stad. En het beeld dat je hebt van
30 jaar terug en nu is helemaal verschillend. En we proberen dat ook juist aan te grijpen in het transitieproject om duidelijk te maken van kijk, Gent heeft al verschillende transities gekend. Nu is er nog een transitie nodig en die proberen we te versnellen. Of dat je nu klein of groot bent, het is gewoon belangrijk dat iedereen voelt dat ze een deel uitmaken van een groter geheel en dat dat grotere geheel vooruit gaat. Om een voorbeeld te geven van hoe we die transitie kunnen koppelen aan de praktijk. Wat we nu afgelopen jaar gedaan hebben met de architectuurbiennale. Dat was een architectuurbiennale Rotterdam. Die twee jaar die gaat over making city of stad maken. Bijvoorbeeld de klushuizen in Rotterdam. Dat is een heel goed voorbeeld van vervallen woningen die de gemeente opkocht. Die verkopen voor een prikje aan jonge mensen die daar zelf hun eigen ding van kunnen maken. En zo hebben we nog 6 andere strategieën, dus klushuizen is er 1 van, weten te vinden om de stad te verdichten, maar ook te verduurzamen. Soms als je inderdaad de uitkomst uit een arena is vaak dat je denkt, oké, kan ik dit wel verkopen aan mijn bestuurders of directeuren? Niet alle mensen slaan aan op duurzaamheid. Maar waar mensen wel op aanslaan is op werk, op inkomen, op een goed woonmilieu, op dat hun kinderen veilig naar school kunnen. En dat zijn ook dingen die juist met duurzaamheid te maken hebben en die door deze transitie te maken, die mensen ook kunnen betrekken. Als ik in arena's actief ben, waar dan ook, dan merk je dat er allemaal mensen in zo'n arena zitten die niet per se iets met het woordje duurzaamheid hebben, maar toch ook betrokken zijn bij de toekomst van hun plek. En vanuit hun perspectief geven ze dan betekenis. En dan krijg je ook hele andere soorten ideeën die eruit komen. If we do wait another 10 years, then we will start to see negative impacts. Through the music project and through the transition management process, what we're really trying to infuse is a sense of responsibility and a sense of urgency amongst our population. Als het niet lukt om die shift te maken naar een duurzame stad, dat we dan grote groepen mensen in de stad zich veel minder goed kunnen verplaatsen. Omdat de benzine en mobiliteit te duur is geworden. Die 3 keer zoveel aan energie moet kwijt zijn dan aan huur. Dus een stad in de toekomst vanuit transitieperspectief kan ook eentje zijn die we niet willen. Met grote sociale ongelijkheid, vervuiling en onduurzaamheid. En ook om een nieuwe structuur te creëren. Où on laisse réémerger un petit peu des choses, on laisse réémerger des nouvelles relations politiques et économiques au sein du territoire, quoi, pour que les gens puissent avoir un petit peu le contrôle sur la ville. Et, voilà, y a une espèce de droit à la ville qu'il faut réclamer aujourd'hui et je pense que c'est important.